Hey iedereen, welkom bij deze nieuwe video. In deze video ga ik mijn kamer een hersenmakeover geven. Vind je deze video leuk? Doe dan alvast een duimpje omhoog en laten we dan snel beginnen aan de video. Hoe ziet mijn kamer er nu dus uit? Allemaal oude foto's met Anne-Sophie. Outfit aangedaan, want het past wel bij deze video, dacht ik. Dus we gaan nu eventjes, ik en mijn moeder gaan nu eventjes ik kom weer lekker uit mijn woorden. We gaan dus nu wat nieuwe spulletjes voor mijn kamer kopen. Dus ook wat leuke herfstdingen. En ja, dan zie ik jullie zo meteen weer. Ik ga hier dus net zitten omdat de zon scheen en dan heb ik hier gewoon mooi licht, maar nu is de zon weer weg. Ik en mijn moeder zijn dus net naar de kant geweest om even te shoppen. We wouden ook nog naar de Action, maar daar was het vet druk en ja, eigenlijk hadden we daar... Oh, wacht even. Eigenlijk hadden we daar toch niet meer zoveel te zoeken, want we hebben eigenlijk alles al. Dus ik ga nu eventjes laten zien wat we hebben gekocht. Trouwens, ik had nog wat herspulletjes gewoon boven liggen, dus dat laat ik... Hij staat nog steeds scheef. Dus dat laat ik zo meteen ook nog even zien. Maar eerst hebben we deze. Dit zijn gewoon kaarsen. En ik dacht, ik wou zeg maar in mijn kamer een beetje als herfstthema dit ook een geel wel een beetje terug laten komen. Dus eerst hebben we dit. Kijk hoe leuk. Echt heel leuk. En ja, dan hebben we... Oeh, dat ruikt echt lekker. Deze geurkaars. Ik hoop dat hij scherp stelt. Mensen moeten gewoon dit zo... Deze geurkaars dus. En dit okergele kussen. Oh, het kaartje zit er nog wel aan. Maar. Want ja, ik zei al dat ik het okergeel wel een beetje terug wil laten komen. Dus dat is wel echt mega leuk. Zo zacht. En dan hebben we dit. Nu zie je nog niet wat het is, maar ik zal hem even openmaken. Deze wil ik dus even op de grond leggen, omdat mijn kamer vrij donker is. Want het heeft zeg maar één raam. Wil ik iets meer witte in laten komen, zodat het wat licht lijkt. En deze vond ik ook gewoon leuk en lekker zacht. Dus deze ga ik gewoon lekker op de grond leggen. En dan hebben we ook nog dit tafeltje. Alleen die moet ik nog uitpakken. Maar dat tafeltje laat ik dus zo meteen wel even zien. Want die moet ik dus nog uitpakken en ik ga nu eten. Dus dan zie ik jullie zo weer terug. Ik zit nu op de grond hier om mijn moeder en Stiva's kamer, want hier heb ik wel mooi licht en om mijn eigen kamer is vet donker. Maar ik ga de tafeltje even in elkaar zetten. Ik hoop dat het lukt. Ik pak mijn etui erbij. Oh, je moet gewoon indraaien. Oh, dat is echt handig. Kijk, dit is hem dus. Dit is tenminste de bovenkant. En dan met drie stokjes. En die draai je er dus gewoon heel makkelijk in. Blijkbaar. Oh, dat is zo makkelijk. Ik dacht echt, dit gaat heel moeilijk worden of zo. Maar letterlijk het enige wat je moet doen, is erin draaien. Hoe handig is dat? Nou, dit is hem dus. Zo ziet hij er dus uit. En ik ga hem weer voor mijn kamer neerzetten. Zoals je ziet ben ik weer terug in mijn kamer. Hier heb je dus dat tafeltje. En dan ga ik zo meteen gewoon wat leuke herfstdingen opzetten. Ik weet nog niet precies waar ik hem ga neerzetten. Maar in ieder geval, we hebben dus deze. Die is natuurlijk super leuk. Dus die ga ik gewoon eventjes... Oh, viel bijna. Dus deze ga ik gewoon eventjes ergens neerleggen. Ik denk hier. Kijk, dit hoort niet eens per se zo erg bij herfst of zo. Maar nou, hij is wel echt heel erg leuk. Ja, ik denk dat ik hem gewoon hier neer ga zetten. Ja, ik vind die leuk. Ik ga ook eventjes laten zien wat ik dus nog meer had. Huh? Ik had toch gewoon nog een geurkaars. Maar die is nu verdwenen of zo. Wat ik dus nog meer voor spulletjes heb, is deze kaars. Ja, die is natuurlijk gewoon weer ook geel. Alles ook geel opnemen. Die vind ik dus echt super leuk. En dan had ik nog deze kalebas. Dat is ook super leuk. Kun je gewoon heel goedkoop ergens kopen. Ik heb hem gewoon van mijn beppen.
Echt super leuk ook. En dan heb ik dus nog dit potje met, ik weet niet meer hoe deze heette. Lampionnetjes of zo. Oh. Maar die heb ik in ieder geval ook van Webbe. Echt super leuk. Past natuurlijk helemaal bij het herfstthema. En dan nog deze kastanjes. En ja, die vind ik ook wel leuk. En dan heb ik gewoon in zo'n potje en die zet ik in mijn kamer. En ik denk dat ik dat dus op dat tafeltje daar gezet heb. En dit bakje stond dus in het huisje. Alleen dat huisje daardoor... vallen deze dingetjes niet zo op, dus die ga ik er denk ik niet doen. We hebben nu dus dit tafeltje en ik denk dat ik deze er gewoon zo heel leuk op ga zetten. Dat is echt heel leuk. En dan met deze en deze. Ja, dat vind ik toch wel echt heel leuk. Ik weet nog niet waar ik deze ga neerzetten. Moet ik eventjes over nadenken. Ik weet het niet. Ik kan het ook gewoon midden in mijn kamer neerzetten. Of gewoon hier of zo. Dat is wel leuk, ja. Nou, daar ga ik dus nog even over nadenken. Ik wil dus sowieso eigenlijk nog wat nieuwe kussens hier. Maar ik heb nu dus nog maar één kussen. Want voor de rest, we wouden hier zeg maar... Ik en moeder zeg maar gewoon nieuwe hoesen overheen doen. In plaats van een heel nieuw kussen. En ze hadden het opgemeten... Maar we konden het niet vinden. Maar ik ga deze in ieder geval er neerleggen. Ik weet nog niet waar of op mijn bed. Ik weet eigenlijk nog niet. Ik ga heel even kijken. Oké, dat kussen heb ik hier opgezet. Want ik denk dat hij iets meer opvalt dan als ik hem op mijn bed leg. Dus ik heb hem hier gewoon eventjes opgezet. Dus dat vind ik wel leuk. Oké, wat ik nu ga doen is... Deze ga ik eventjes uit de verpakking halen. En dan ga ik dit een beetje wat netjes maken. Hier zijn allemaal leuke kaartjes die ik heb gekregen. En kijk hoe leuk is dit. Ik weet niet of je dit mooi kunt zien op de camera, maar deze heb ik gekregen van mijn beste vriendin Anne-Sophie. En het is super lief voor mijn verjaardag. Ja, dus nu ga ik ze eventjes allemaal neerzetten. Ik ga ze een beetje zo doen, omdat ik denk dat het hier wel heel erg leuk staat. Nou kijk, en heb ik dit nu zo staan? Dat vind ik toch wel heel erg leuk. Kijk, en dit is mijn bureau nu. Oké, ik ga toch wel die kaartjes eventjes een ander plekje geven, want... Nu vallen de Love to Chill, zeg maar, die kaarsjes niet zo op. En ja, die ook niet. En dat vind ik toch wel jammer. Mijn kamer is af. Laten we dan even snel kijken naar het begin en naar het eindresultaat. Dit was helaas weer het einde van de video. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!